Ik wel. We kijken wel. Hele goedemorgen, Pascal. Goed. Goedemorgen, Peter. Nou, leuk. Ja, nou, hey, jij zegt net, we hebben in januari geloof ik al contact gehad. Ja. Inmiddels is het al bijna mei. Ja. En het moest er maar een keer voorkomen. Ja, toch? Ja, Ja. nou ja, Ja. en iedereen, nou, op een of andere manier, nou, net vanmorgen ook weer, dan is er weer iets, ik weet het niet. Ach. We zijn er bijna, denk ik. Dat geloof ik echt. Nou, ik zit echt te wachten op iets van een doorbraak of zo. Alsjeblieft, ik word niet goed. Ik Ja. vind het weer zo zwaar. En Ja. vorige week ook. Ik Ja. soms dan, ja, dat voelt allemaal heel stroperig. En dan moet ik mezelf ook weer echt uit het moeras trekken. Zo voelt het, weet je wel. Alsof je weer met je rubbellaarzen weer in zo'n moeras Ja. wordt teruggetrokken. Maar goed, we moeten maar dapper doorgaan, toch? Ja, hey, en dat is ook zo. Ja. En ik denk ook, ik merk ook aan heel veel mensen die wachten en die wachten en die wachten en die doen niks. Dat is niet Nee. goed. We Nee. moeten gewoon, wat jij zegt, we moeten gewoon door. Ja. En als Ja. het gebeurt als het gebeurt. Ja. En tot Ja. die tijd, ja. Ja. Maar Nou ja. jij was ook al met iets bezig, hè? Ja, ik ben eigenlijk vorig jaar, voordat deze hele toestand waar we in terecht zijn gekomen begon, was ik al een beetje bezig om workshops te geven, want dat mocht nog gewoon allemaal live. Ik ben ook een beetje aan het coachen en een beetje aan het voelen van, nou, wat wil ik dan aantrekken voor mensen en wat heb ik te bieden? En dus ik had al een beetje hier in de buurt, ik woon in Zwolle, in de bibliotheek al wat workshopjes gegeven, gratis. En nou, het leek mij leuk om van mensen te coachen, groepjes. En ik was weer begonnen met mijn opleiding hypnotherapie, want daar was ik mee bezig en dat was gestopt. En daar was ik eigenlijk weer heel dapper mee gestart. En ik dacht, leuk. En nou ja, toen ging alles ook online daar. En dat vond ik dus helemaal niet leuk. Dus ik heb dat weer on hold gezet. Dus ik ben ook half hypnotherapie aan het doen. Je brengt mensen wel in de hypnose, maar er niet weer uit. Nou, ik zie wel hoe de mensen in hypnose zijn gebracht. Dus ik hoop dat ik ze daar ook weer een beetje uit kan helpen. Op de andere kant op. Dat is wel nodig, toch? Ja. Nou, dat is wel grappig, want toen ik aan die opleiding begon, toen dacht ik, wow, dit is wel heel mooi, want je kan er hele mooie dingen mee doen. Maar ik dacht, ja, maar hier kan je dus ook hele slechte dingen mee doen. En, maar ja, maar ik realiseerde me niet dat dat al op echt grote schaal gebeurde natuurlijk. Dus dat had ik wel gelijk. Maar goed, nou, ja, dat was ik vorig jaar mee begonnen. En abrupt is dat eigenlijk gestopt. En toen, ja, met het hele gedoe in maart en ik... Nou ja, mijn hele leven stond ook op de kop eigenlijk. Er zou van alles gebeuren en het ging allemaal niet door. Even kort door de bocht. En toen ben ik best wel een soort van, in een soort van ja, eenzame bubbel terechtgekomen. Want ik wilde iedereen waarschuwen, mijn vrienden, mijn familie. En die dachten, nou, die is gek, die Pascal. Dus ik ben echt uit appgroepjes gegooid. En door mensen, nou, ik vond het vreselijk. Ik dacht, waarom zien jullie dit niet? Nou, dat ging met name over de vaccins dan vorig jaar. Ook mensen die hebben nog kleine kinderen. En ik denk, nou, kijk daar gewoon naar, hè? Los van wat er nu gebeurt met de vaccins. Maar ik was dan een paar jaar geleden al ingedoken en gedacht van ja, dit is allemaal niet zo heel fraai. Maar goed, ja, dat werd me niet in dank afgenomen. Dus dat is wel bekend. Er zijn natuurlijk veel mensen die dat mee hebben gemaakt afgelopen jaar. Afscheid genomen van veel mensen. Ja, toen heb ik best een tijdje, ja, dat klinkt nu heel zielig, maar een beetje een soort van eenzaam thuis gezeten. Maar het is eigenlijk ook wel weer goed geweest om de boel een beetje te resetten. Want ja, het zorgt er ook weer voor ruimte, voor nieuwe dingen en nieuwe mensen natuurlijk. Dus dat is mooi en dat is ook allemaal ontstaan. Nou goed, even terug naar jouw oproepje van, nou, volgens mij was het januari inderdaad. Toen dacht ik van ja, we moeten allemaal opstaan en er moeten meer vrouwen opstaan en we moeten zichtbaar worden. En ik dacht, ja, maar wat dan? En ik had altijd 1001 ideeën. En ja, dat merk ik ook wel van mensen om me heen die heel veel ideeën hebben. En van ja, we moeten eigenlijk dit of we moeten eigenlijk dat. En vervolgens ja, wachten we dan weer op iemand die daar het initiatief in neemt. Nou, ik herken dat zelf ook wel. En in februari of zo, toen hadden wij hier in Zwolle in het park met een groepje mensen. Ik geloof ook van koffie drinken, ik weet niet eens wat, of initiatief. En ik ging daar naartoe en we waren eigenlijk met een heel klein clubje. En ik denk, nou, waarom gebeurt hier niks? Hè? Ik bedoel, Zwolle is nou niet een wereldstad, maar het is wel, hè, ja,
Ook niet, en niet, ik ben niet zo van nou, iedere keer naar Den Haag of Amsterdam of daar op de barricades. Dat is niet echt mijn ding. En ik denk, ja, we moeten hier moet gewoon iets ontstaan. En toen had ik het over met iemand. Ik zei, ja, in Londen heb je dan het Speakers Corner. En dat bestaat al 100 jaar. En ik kwam vroeger wel in Londen. En dan ging ik altijd even naar Hyde Park. En dat vond ik, ja, vond ik prachtig. Want er stonden echt mensen heel bevlogen met hun... Die stonden dan... Nee, dan kan je gewoon je keukentrapje meenemen of je kratje of wat dan ook maar. En meestal ging dat over politieke issues en zo. Want ik vind, nou, ik was nooit zo van de politiek. En ja, het afgelopen jaar dan natuurlijk wel. En toen dacht ik, ja, dat moeten we gewoon hier gaan doen. Want dat kunnen we gewoon in een park doen. En wat heb je nodig? Ja, helemaal niks. Een kratje en je zet een bordje in Speakers Corner. En nou, kom maar op, weet je. En want ik ben met allemaal mensen, ja, die hebben allemaal wel iets. Iedereen heeft een mening en iedereen wil iets kwijt. En nou, ik denk, dan moeten we dat gewoon faciliteren in de vorm van een heel klein mini-podium. Waar je dan gewoon op kan gaan staan. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen ook. Nou, leuk bedacht. Stond ik daar in mijn eentje op een kratje te speechen met vier mensen eromheen, weet je wel. Die zeiden, nou, wat leuk bedacht. En ik dacht echt na drie keer van, ja, is het wel zo'n goed idee? Want we hebben best ook wel koude zondagen gehad, want het is dan iedere zondag, dat is het idee. En inmiddels wordt het een leuk groepje, dus dat is leuk. Want op een gegeven moment moet je dingen maar gewoon doorzetten, weet je wel. Want ik dacht ook na drie keer, ja pas, jij kan dit wel een heel leuk idee vinden. Maar ik bedoel, als er verder niemand op afkomt. En nou, nu krijg ik toch wel te horen van mensen van, nou wat leuk dat je dit bedacht hebt. En ja, ik faciliteer het dan eigenlijk. En... maar er is gewoon een plek voor mensen om daar te gaan speechen. Of als jij een leuk idee hebt... Ga er staan. Ik had van de week, kwam er iemand naar mij toe, die is een boek aan het schrijven. Ik zei, joh, pak, weet je, ga er wat over vertellen. En zorg ook weer dat je eigen tribe daaromheen, ja, er zijn altijd wel weer mensen die daar weer bij aan willen sluiten. Hè. Dus dat is een beetje het idee. En nou, dat begint nu wat leuk te lopen. Dus dat is wel heel gezellig, want het is ook een hele mooie plek om gewoon weer mensen te leren kennen en te verbinden met elkaar. Ja, en in Zwolle is dat? Ja. Waar in Zwolle? In Park de Wezenlanden. Okay. Dat is een vrij groot park in Zwolle. En dat is tussen het provinciehuis en het paviljoen. Ja. En dat heb ik nu maar eventjes genoemd. En afgelopen zondag zijn we zo waar al gespot door één politieauto. Oh. En twee boa's, ja. Nou, ja. Dus, ja, dus nou, ja, dat is goed natuurlijk, hè. Want dan wordt het wat, want anders dan, je moet wel zichtbaar zijn. Dus ja, gekkigheid natuurlijk allemaal wat er gebeurt. Ja. Maar ja, dus dat is wat ik nou ja, bedacht heb. En waar nu mensen bij aansluiten. En het is echt een, ook iemand, ja, het is gewoon talent. Ik heb dat ook op mijn Facebook-tijdlijn geplaatst. Die gast die is zo goed, die flant hele epistels in elkaar over, nou, over van alles. Het is echt gek. Dus ja, dat is hartstikke leuk. En nou, ik doe zelf dan ook altijd even een praatje houden. En het idee is ook wel ontstaan omdat ik zelf wilde gaan speechen. Dus ik ben ook in 2018 volgens mij... bij Toastmasters gegaan. Ik weet niet of je dat kent, maar daar nou ja, leer je inderdaad speechen. En dat doe je dan met elkaar. Dus hartstikke leuke club. Maar ja, dat ging natuurlijk ook allemaal afgelopen jaar via Zoom. En toen dacht ik, ja, ik vind dat gewoon niet leuk. Nee. En ik wil gewoon zoveel mogelijk dingen live blijven doen. Dus ja, toen ben ik daar een beetje uitgestapt en toen dacht ik van, nou, dan moeten we het gewoon hier maar gaan doen. En er sluiten ook alweer mensen aan van het Toastmasters clubje, dus dat is ook leuk. Dus ja. Ik hoop dat we binnenkort weer nog leukere speeches gaan krijgen. Ik ben zelf ook weer bezig om dat te doen, want nee, ik hou dan ook wel zelf een praatje. En, maar wat ik nog wel even, want hoe dit eigenlijk ook is ontstaan, is dat, wat ik jou zei, ik ben vorig jaar natuurlijk... gaf ik al workshopjes, was ik bezig met hypnotherapie. Nou, die opleiding ben ik ermee gestopt. Die ging ook allemaal via Zoom. En ik denk, ja, dat zie ik helemaal niet zitten om sessies te gaan doen via Zoom. mensen die boos brengen en zo. Kan allemaal, hè. Maar goed, dit is niet mijn ding. Ik vind het gewoon
Ik vind het hartstikke leuk dat wij dit zo via Zoom kunnen doen. Ik vind het leuk als aanvulling. Ja. Maar ik wil niet in zo'n samenleving leven waar je alleen nog maar via een beeldscherm contact met elkaar hebt. Dat is absurd. Dat wil ik niet. Dat past ook helemaal niet bij mij. En ik had een aantal jaren geleden, hoe ik daarbij ben gekomen om te gaan speechen inderdaad. Want ik had een aantal jaren geleden uit een soort idealisme, wilde ik, ik wilde eigenlijk de aandacht vestigen op de bio-industrie. Maar ik wil niet zo'n vervelende vegetariër zijn die zegt van, nou, je mag allemaal geen vlees meer eten, want nou, dat wil ik niet. Dat vind ik ook niet, dat is voor mij ook niet de manier. Maar wat ik wilde is dat wel onder de aandacht brengen, omdat ik vind, ik wilde heel graag de verbinding herstellen tussen mens en dier. En dan heb ik het inderdaad met name over de bio-industrie. Hè, dieren die allemaal verstopt zitten in grote stallen, ver van ons, nou, uit ons gezichtsveld. En daar was ik eigenlijk heel bevlogen mee aan de slag gegaan, uit idealisme inderdaad. Maar dat werd een strijd in mijn eentje. Dat ik dacht, jeetje pas, wat gaan we hier allemaal gaan doen, weet je? Want wat er aansloot aan mensen bij mij, ja, waren toch wel heel veel activisten van, weet je, en dat wil ik helemaal niet. Want ik dacht, ja, ik zie dat helemaal niet zo. Want ik heb zelf jaren 100 jaar vlees gegeten. Ik kom uit een horecagezin. Ik heb werkelijk alle dieren gegeten. Ik kan het zo gek niet bedenken of ik heb het gegeten. Nou, dat doe ik al jaren niet meer, maar dat is mijn keuze. Maar dat heeft voor mij ook heel erg te maken met bewustwording. En kijk, dus ik wilde, want ik dacht van, ja, maar wij hebben helemaal geen connectie meer met de natuur, hè? Ook, niet met dieren, maar ook niet met nou, ook niet. We zijn zo ver van de natuur geraakt eigenlijk. En ik dacht van, ja, hoe moeten we dat dan weer herstellen? En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar gewoon spreker, weer ga ik zijn. En dan kijk ik wel wie ik tegenkom en hoe dat gaat. Want ja, weet je. En dus echt uit idealisme dat gestart. En dat is eigenlijk ook na aanleiding geweest van alle stalbranden die we hebben gehad de afgelopen jaren. Iedere keer vond dat gruwelijk. En ook altijd als ik op de weg rijd en ik zie van die grote veewagens met die varkensnuitjes eruit. Ik moet echt van huilen. Ik vind het vreselijk. Maar goed, daar wil ik verder niet over. Maar daar wilde ik iets mee. En toen dacht ik, ja, maar ik wil het niet zeikerig doen. Dus hoe moet dat dan? En dat lukte mij niet. Dat werd een strijd. En afgelopen jaar eigenlijk pas. Want ik wilde heel graag die verbinding tussen mens en dier herstellen. Want op het moment dat jij in de supermarkt of bij de slager een stuk vlees haalt. Ja, daar is daar weinig emotie meer bij. Behalve dat je denkt, nou, ik heb trek. Hè? En toen dacht ik, ja, maar... Toen heb ik afgelopen jaar dacht ik van ja, ik kan het allemaal wel willen. Maar wat ik afgelopen jaar heb gezien is dat wij als mensen juist de verbinding met onszelf kwijt zijn geraakt. Dus daar moeten we beginnen. En dat is voor mij wel een eye-opener geweest. Dat ik dacht van nou ja, we moeten eerst weer verbinden met onszelf. En vanuit daar moeten we gaan van binnen naar buiten. Moeten we inderdaad gaan verbinden met alles om ons heen. Hè? De wereld waar we in leven. En... daar wil ik heel graag mee in helpen, in bijdrage aan leveren om mensen daar bewust te maken. Ja, kijk, je hebt gelijk, hè? We moeten weer meer bewust worden van alles en nog wat. Dat is gewoon zo in de bio-industrie. Ik vind het ook een drama, maar goed, dat moet ik eerlijk zeggen. Als ik zo'n vrachtwagen zie, word ik echt niet vrolijk, maar dan ook niet. Dan denk ik ook iedere keer van, ik word per direct vegetariër, wat ik vervolgens niet doe. Maar ik weet wel. Ik eet al een stuk minder vlees dan jaren geleden. Dat is dan wel zo. Dus op zich ben ik wel op de goede weg. Maar wat jij zegt, je kunt er wel tegenin gaan. En bijvoorbeeld die groep die jij in eerste instantie op je afkwam, die activisten. Ja, dat is ook niet de manier. Het is niet de manier. Nee. Strijd is niet de manier. Dat geloof ik ook inderdaad niet. Nee, zo voel ik het ook. Ja, we moeten naar binnen. En gelukkig... Zie ik het meer en meer. Ik zie ook het nogmaals. Ik heb ook een oproep gedaan. Dat we moeten autonoom worden. En we moeten weer terug naar ook ons eigen eten verbouwen. Dus ik heb binnenkort ook een gesprek met een heel interessante man. Die komt uit de landbouw. Een stelling van hem is. Ik verklap het alvast. Ik heb een primeur. Ja, leuk. Wordt de boer de dokter van de toekomst? Oh, wow. Dus gaan we weer gezond eten. Ja. En, maar goed.
niet iedereen zal vegetariër willen worden. Dat zou ook. En misschien hoeft dat ook helemaal niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik weet eigenlijk niet. Maar ik ga er niet. Ik vind dat voor iedereen, ieder voor zich moet bepalen. Maar wat ik wel mooi vind, is om ook de verbinding met de boeren te zoeken, bijvoorbeeld. Want ik, wat ik nu zie. Want jij zegt al van, nou, ik eet een stuk minder vlees. En wie ben ik om dat te veroordelen? Ik heb zelf ook, weet je, daar ga ik niet over. Ik vind wel dat je, wat ik me realiseer ook afgelopen jaar. Want ik ben nu het boek van Peter Tonen aan het lezen. Ik weet niet of je dat kent. Opgesloten in een piramide. En ik dat nou ja, dat gaat er inderdaad over dat wij uiteindelijk even kort door de bocht. Wat hij ook zegt, eerst hebben we om de landbouwhekjes gezet. Toen om de dieren. En nu zijn we zelf aan de beurt. Ja. En zo zie ik dat ook. Hè? Wij worden natuurlijk op ons moreel kompas, om maar even aan te sluiten om jouw laatste filmpje met Danielle, natuurlijk mooi. Want wat hebben wij zelf voor donkere stukken in onszelf aan te kijken? Hè? Want en nogmaals, het is niet. Ik zeg ook al heel vaak nogmaals, het komt door jou, weet je dat? Het is echt debiel. Ik hoor het mezelf heel vaak zeggen. Ik denk, oh, ik kijk iets te veel naar Peter Bierhoff. Maar goed, maar waar was ik? Ja, kijk, op het moment dat wij, wat ik ook denk, op het moment dat wij ons niet bewust zijn van wat we aan het doen zijn en vlees eten, dan je eet letterlijk de angst van de dieren, want de stress, als je dat ziet, hoe dat allemaal daar moet, ja, het is allemaal voor die model van gemaakt natuurlijk, het is vreselijk, vind ik dat. En die dieren leven in angst en in stress. En die ook nog in. En dan bij de doodsangst van het slachthuis. Dat noemen ze dan slachthuis. Hè? Dat is ook zo mooi, al die woorden. Huis klinkt dan een beetje gezellig. Maar daar voed je je dan letterlijk mee. Als je daar, en ik denk, ja, als jij een koe slacht. Die gewoon op een boerderij, weet je. En daar wordt met respect mee omgegaan. En die heeft een goed leven gehad. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik denk dat het van oorsprong zo bedoeld is dat wij best dingen van dieren mogen gebruiken. Dat dieren hier zijn voor ons, ook om ons te helpen. Of, ja, zo zie ik dat wel. Zo voel ik dat wel. Dus ik ben helemaal niet van, we mogen daar helemaal niks. Maar ja, hoe dat. Kijk, dat is natuurlijk ook gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Want ik heb me daar allemaal in verdiept. Inderdaad, die minister Mansholt had je toen. Dat was een beetje de Corolla Schouten van toen, zeg maar. Ja, dat is allemaal vet gesubsidieerd. Dus we zijn ook een beetje ingeluisterd met z'n allen. Het is allemaal getrechterd. We hebben er niet om gevraagd, maar we hebben het wel allemaal op ons bord gekregen. En we slikken het allemaal. Ja. Dus ja, daar. Weet je, zo. Daar heb je iets. Mensen moeten weten, alles wat gesubsidieerd is door de overheid, is per definitie fout. Ja. De intentie was misschien ooit goed, maar het gaat zo grandioos fout. En de landbouw, veehouderij is daar een voorbeeld van. En absoluut. Het moet anders. En volgens mij kan het ook anders. Nou, dat weet ik wel zeker dat het anders kan. Maar het moet anders georganiseerd worden. En daarvoor moet het hele systeem plat. Ja. Dat vind ik. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik ben ook inderdaad niet dat we tegen het systeem moeten strijden. Maar inderdaad parallel iets anders moeten gaan bouwen. Of gaan aanbieden. Of gaan. Ja, en ik doe dat dan ook maar op mijn manier. Op kleine schaal. Je begint maar ergens. En ik heb me ook heel lang tegen laten houden, omdat ik dacht, ja, wat weet ik nou? En zo zijn er zoveel mensen, hè, die denken, ja, wat kan ik nou in mijn eentje? En ik denk, ja, daarom vond ik jouw oproep ook zo mooi. En dat ik dacht, ja, ik wil daar toch nog wel eventjes. Ook wat er hier ontstaat in Zwolle, dat is nog allemaal niet mega. Maar het groeit wel. En hoe zo, leuk is dat? Maar zo begint het. Zo begint het. En wat jij ook zegt. Nou, ik herken het wel dat mensen zeggen, maar wat weet ik nu? Ik ben geen expert, het maakt helemaal geen rol uit. Nee. Jij bent in dit geval Pascal, je hebt ook een mening. Ja. Maar goed, maar zo, hè? Mensen zijn zo bang geworden om hun mening te vertellen. Het is gewoon ongelooflijk. Het gaat gewoon helemaal nergens meer over. En ik hoef het niet met jou eens te zijn, wat ik al wel ben. Maar ik hoef het niet met je eens te zijn, maar dat wil niet zeggen dat we ruzie hebben. Nee. En man. Ik denk, linksom of rechtsom, als mensen niet zelf een beslissing maken, nu, of op een hele korte termijn, dan wordt die beslissing voor hun gemaakt. Ja, absoluut. En dan hebben ze er maar mee te dealen. Ja. Dat geloof ik wel. Dat geloof ik serieus. Nou, jij had inderdaad een mooie uitspraak van de week op Facebook, zag ik. Ik heb zoveel mooie. Ja, maar deze vond ik echt, mocht een gouden lijstje om, echt waar. Zo mooi.
Jij zei van mensen, wat zei je nou? Mensen zwijgen omdat ze bang zijn om alles kwijt te raken. Maar mensen raken alles kwijt omdat ze blijven zwijgen. Zo, dat is, was een beetje de strekking, dacht ik. Nou, dat is dus ook. Ja, was niet voor mij trouwens, Rob. Ook weer geleend van iemand. Geleend is ook prachtig. Beter goed geleend. Was goed gejat. Ja. Nou, goed dat. Maar dat is wel wat je natuurlijk veel ziet. En veel mensen die denken van nou, hè, laat een ander lost het wel op of zo, weet je? Of we kijken wel even welke kant het op gaat. Nee, maar dat is de verzorgingsstaat, hè? Waar en mensen, maar de verzorgingsstaat, dames en heren, dat is puur communisme zometeen, hè? Ja. Daar zit er wel een beetje in. Ja, daar zit er wel in, ja. Ja. En dat willen mensen maar niet loslaten. En dat is ook een paar maanden geleden was een Russische mevrouw die ik geïnterviewd had. Die heeft dus nog de val van het communisme in Rusland meegemaakt. Ja. En toen zeiden ze ook van, oh, nu zijn we vrij. Nu zijn we vrij. En nu. Ja. En dan weten mensen het niet en vallen heel snel weer terug in die oude communistische ideeën. Het is een mind switch, inderdaad. Ja. En nogmaals. Mm-hmm. Ik ga het. Leuk, maar goed. Wij zijn er al ruim een jaar mee bezig. He, jij ook, al lang. Ja. Ja. Mensen wakker maken. Kijk, dat wordt ook zo heel langzaam onvriendelijk. Maar wakker maken van luister, er zit een verandering aan te komen. Mm-hmm. Lees je nu een klein beetje in. Doe het gewoon. Ja. En blijf niet hangen. En zo'n initiatief wat jij doet, daar op zo'n aardappelkistje staan of zo'n bokkenkist heet het. Ja, ik had laatst ook een keukentrapje mee. Zeiden mensen, nee, dat moet niet doen. Je moet je kratje weer meenemen. Weet je wel? Oké, is goed. Ja. En inmiddels heb ik een groot whiteboard. Waar iedereen dan leuke teksten ook op. Weet je, misschien wil je wel helemaal niet op zo'n krijtje staan. Dat daagt mensen ook uit om gewoon wel een beetje uit je comfortzone. Nou ja, gaan ze mij vertellen van ja, dit en dat is dus zo. Ik zeg, nou, ga maar vertellen, ga maar doen, ga maar staan, weet je wel. Ja, nee, dat durf ik niet. Nee, maar ik zeg, als je het doet, groei je wel van. Dus ik probeer daar ook weer mensen. En nou, er zijn al een paar geweest die doen het dan wel. En dan, ja, dan word je, dat is toch gaaf. Ja. Hoe leuk is het? Ik vind dat leuk. Dus dan denk ik, ja, daar doe ik het ook voor. Ja. Mensen, ja, die groeien dan zelf daar ook weer van. En denk, nou, dat is ook wat ik wil. Je moet inderdaad, je moet elkaar in elkaars kracht gaan zetten. En je hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn. Maar alle ideeën die goed zijn, die bijdragen aan een nieuwe wereld of de kant die we wel op willen. Ja, daar moeten we gewoon aandacht aan besteden. Ja. En hoe klein dit initiatief dan ook lijkt. Ik bedoel, er sluiten dan wel weer mensen bij aan. En wat ik hoop is dat dit gewoon ook, want ik had ook een bericht van iemand die zei van, oh, wat een leuk idee en ik woon niet in Zwolle, maar kom een keer langs. En toen zei ik, ja, maar je kan het gewoon ook in je eigen, ga het gewoon doen in je eigen stad of dorp of hoek of gat waar je woont. Het maakt niet uit, weet je, je kan dat overal gaan doen. En als je dat gewoon op een vaste tijd doet, dan komen altijd wel weer mensen op af. En het is een leuke manier om gewoon te verbinden met elkaar. Want ik heb zoveel mooie nieuwe mensen leren kennen ook. Ja. Superleuk. Nee, maar dat is ook leuk. En wat je ook zegt, kijk, de grootste angst van mensen is het spreken in openbaar. Hè? Dus dat is een van de grootste angsten die mensen hebben. En de angst om spul te verliezen. Maar, maar goed, ik heb altijd wel gesproken. Dus ik heb dat probleem niet zozeer. Nee, ik ook niet. Nee, ik vind het leuk. En, maar als je een mening hebt, die mag je gerust zeggen. En juist nu. Ja. Juist nu. Ja, ja. Ja, en het hoeft helemaal niet extreem te zijn. Dat denken vaak mensen ook, maar dat is ook niet zo. Nee. Toch? Nee, dat hoeft ook niet. Maar ik heb wel, afgelopen jaren, weet je, ik was al heel veel mensen kwijtgeraakt. En die zeggen, wat plaats je allemaal op Facebook? En toen dacht ik, ja. Maar, ik gooi alles erop. Gewoon, je hoeft het niet met me eens te zijn. En ik zeg ook niet dat het allemaal waar is, maar ga het onderzoeken. Het is ook een beetje zaadjes planten, want... Ja. Afgelopen jaar, mensen, weet je, de vraag die ik ongeveer het meest heb gehad, ja, wat is je bronvermelding? Ik denk, ja, wat is je bronvermelding? Dus, heb je dat op school gevraagd vroeger? Ja. Zou je het op school moeten doen vroeger? Ja. Oh nee, dat heb je allemaal voor zoete koeken. Ja, dat kan toch niet? Nee. Dus ik denk, ja, ik heb afgelopen jaar echt heel veel geleerd en heel veel gelezen en heel veel gekeken en ook heel veel gekkigheid waarvan ik dacht, ja, weet ik niet. Dit is natuurlijk, je moet altijd... En dat heb ik wel heel erg geleerd, weer zo naar mijn eigen intuïtie luisteren. Ja. Luister naar je gevoel. Ik heb niks met wetenschap. Niks. Heb ik nooit gehad ook. Nee. Ja, maar dat is wetenschappelijk. Ik denk, ja, wie heeft dat gefinancierd dan, die wetenschap? Ja, wie zit daarachter? Nou ja,
Ja, follow the money. Nee, ja, maar precies, precies. Ja. En wat jij ook zegt, op school hebben wij ook nergens aan getwijfeld. Het werd ons verteld, dus is het zo. En nu, en nu vragen ze inderdaad om bronvermelding. En dan geef je de bron en dan doen ze er niks mee. En dan zegt is de bron. Ik had gisteren iets gedeeld uit de, uit een officieel dagblad. Officieel, over het dagblad van uit India, over doden. Hey, dat reageert dan, hè? Oh, dan zal dat wel waar zijn. Nee. Ja. Weet je? Ja, en dan ook dat Twitterberichtje van Kaag. Heb je dat gezien? Die gaat dan weer, wat erg wat er in India gebeurt. Nou, het is gruwelijk. En dan gaan ze daar ook weer geld naartoe overmaken. Ik denk, hallo mensen. In Nederland gaat het slechter als in India, hè, trouwens. Procenten gezien. Ja. Dus, ja. Het is... Maar goed, weet je, en ook met zo'n Kaag. Ja, ik vind het zo'n eng. En toen zei ik vorig jaar van, die staat al lang klaar in de Haagse coulissen, hè, om het over te nemen straks. Toen mijn familie ook. Nee, ik was echt een complotdenker. Ik denk, maar het gebeurt, weet je, het gebeurt gewoon. Ja, en ook, weet je, dan denk ik, de familie heeft inmiddels afscheid van me genomen, een paar mensen. En dat vind ik super jammer. Ja. Maar die zit ook in hun eigen proces. Maar ik vind dat zo moeilijk. Het is heel normaal. Er zijn meerdere mensen die daar last van hebben. Ja. Ik ben er ook niet vrij van. Maar het is zo. En dat hebben we dan ook met te accepteren. En dan zien we later wel wat er van komt. Ik focus me maar even op mezelf. Nee, loopt wel. Af en toe hebben we een slecht beeld. We focussen eerst maar even op onszelf. En zorgen dat wij... En er komt zoveel informatie op je af. Mm-hmm. Bronvermelding is sowieso lastig op dit moment. Maar als je alles bij elkaar optelt... Dan voel je gewoon aan alles dat er iets niet klopt. Het is niet zo moeilijk. Nee. Ik vind het wel. Dus nogmaals, in Zwolle, in het park. Mag je de locatie? Ja, Weeslandenpark. Ja, graag. Ja, leuk. Kom allemaal langs, zou ik zeggen. Heel Nederland laten we gewoon. als je een paar leuke sprekers hebt. Leuk. Meld je aan. Weet je, stuur me een bericht. En wat ik ook heel graag wil, nu ik jou toch... want jij hebt het over de landbouw, meneer. Ik weet niet wie dat dan is die je binnenkort spreekt. Maar ik had het natuurlijk over doe duurzaam. En wat ik heel graag wil, want ik zou best wel met boeren ook in gesprek willen. Ik heb afgelopen jaar ook heel veel gezien, trots op onze boeren. En ik ben daar ook trots op. Ik ben helemaal niet tegen. En dat ik zeg van, het zijn allemaal moordenaars. Zo kijk ik daar niet naar. Ik ben daar niet helemaal blij met, als dat grote varkensboeren of gedoe. Maar ik geloof ook, weet je, er zijn heel veel mensen die ook daaruit willen stappen, boeren. Maar die vastzitten in hun eigen bedrijf. Ik bedoel, dus dat zie ik ook wel. Dus ik zou ook heel graag met... daarmee in gesprek willen om te kijken van, wat voor kant willen jullie op? Of hoe kijken jullie zelf naar? Of wat er allemaal gebeurt? Ik bedoel, zij zitten daar middenin. Dus dat zou ik ook heel leuk vinden om daar... ook om daarmee te verbinden. Want we hebben er niks aan als we gaan wijzen naar elkaar. Van, jij doet dit verkeerd of jij doet dat niet goed. Dat moeten we niet willen. Dat soort... Nee, klopt. En kijk nogmaals, ook die boer, die hebben wij altijd nodig gehad. Ja. En nu nog steeds, hè. Ja. Nu nog wel meer dan ooit. Ja. En wat jij ook zegt, er zijn er een paar die in die bio-industrie zitten, die zijn waarschijnlijk zelf ook niet helemaal happy. Maar goed, het is ook een bedrijf geworden en subsidies en gedoe. En zeker boeren, dat waren familiebedrijven, dat ging van familie. Dus die zijn ook niet allemaal, ik weet zeker, hier heb je in de buurt ook biologische boeren, maar die hebben het echt lastig, die hebben het echt zwaar. Ook weer vanwege de regelgeving. Ja. He, mogen ook hun veestal moest... He, voor, met die CO2... Nee, was dat? Stikstofregels. Ook hun veestal moest lager. En het gaat helemaal nergens meer op. Nee, maar die boeren zijn ook wel wakker om met die stikstof hoax. Ja. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, maar ze zijn er wel afhankelijk van. Dat is ook zo. Ik heb jaren geleden, want toen ging ik Jaap Korteweg van de vegetarische slager volgen. Want ik dacht, wat een mooi idee, weet je wel. Want die wilde dan de dieren tussen de voedselketen uithalen. En Jaap Korteweg, die was getrouwd met Marianne Thieme. Nou, ik weet er allemaal niet genoeg van, hoor. Dat maakt me ook niet veel uit. Maar ik vond het zo mooi, want ik dacht, die man ook uit idealisme. Totdat hij 2 jaar geleden zijn bedrijf aan Unilever verkocht. Dan dacht ik, wat is dit? Wat is dit voor wereld?
En nou ja, die familie van de Carola Schouten natuurlijk, die hebben ook allemaal in vleesvervangers bedrijven. Ja, ik denk, wat wordt daar allemaal ingestopt voor genetisch gemanipuleerde rommel, weet je? Ja. Dus waar ik een paar jaar geleden nog dacht van, die vleesvervangers stop, denk ik, ja, wat stoppen ze daar dan weer allemaal in? Nou, dus ik zie ook overal de dubbele agenda's en de doel. En gelukkig wordt dat steeds, voor degene die het wil zien, die ziet het. Ja. Wat jij ook zegt, die dubbele agenda, ja. Daar klopt geen droog van. Nee. Het klopt gewoon niet. Nee. En normaal, we zijn er allemaal wel over eens dat die bio-industrie niet echt heel fijn is. Zeker niet voor de dieren, helemaal niet. Maar ik weet zeker dat de meeste boeren daar ook zo over denken. Ja, dat is ook zo. En heel veel mensen ook, hè? Want nou ja, als je daarover in gesprek raakt, heel veel mensen zeggen ook van ja, nee, is ook niet goed. Maar, nou ja, en dan gaan we weer verder. Maar verandering begint met bewustwording. Dus daar moeten we eerst, daar wil ik eerst ook. Maar ja, dan moeten we ook bewust worden dat we de verbinding met onszelf kwijt zijn. Want we zijn allemaal in verbinding met wifi, ja. Maar niet meer met onszelf eigenlijk. En dat is natuurlijk het verhaal. Dus, nou ja, daar ben ik dan ook vorig jaar, dat ik dacht, ja, dan ga ik inderdaad workshopjes en mensen. Nou, wat ik nu doe, daar ben ik met Speakers Corner begonnen. En wat ik nu 2-3 weken geleden ben gestart, is dat ik gewoon live op Facebook ga een soort klasje geven over bewustwording. Dus ik heb gedaan over angst en over moed. En nu doe ik nu weer eentje over niet goed genoeg zijn. Want ik vond het namelijk ook nog niet goed genoeg, want ik was nog niet goed genoeg. Maar ja, ik dacht, weet je pas, ga het gewoon doen, weet je wel. Dus ik denk nu ook, ja, fuck it, ik ga het gewoon allemaal doen. En het is niet voor de rest van mijn leven. Maar als ik het niet doe, dan heeft er ook niemand iets aan. Dus ja, mensen die daar dan weer aansluiten, ik zie het wel. Ik ga maar gewoon beginnen en dat geeft mij ook weer energie. En dat. En dan gaat het wel weer rollen allemaal. Dus leuk. Vanuit de beweging ontstaan dingen. Ja, absoluut. Ja, ja. Dus... Dan ben ik allemaal mee bezig en mee begonnen. Leuk. Dus ja. Ik hoop dat je aanmelding krijgt. Ik weet het, ik heb sowieso in mijn groep, ik zeg dat het mijn groep is, omdat mensen mij volgen, er zijn echt wel interessante sprekers bij. Ik ga één naam noemen, en ik weet niet of hij of zij dat leuk vindt, dat is Jits. Jits, dat is echt een bevlogen, tenminste op papier is het een hele bevlogen persoon. Oké. Okay. Jits, we moeten even een keer naar Zwolle. Dan gaan we ook direct op koffie doen. En jij woont ook inderdaad niet zo ver weg, Peter. Dus dan kom ik je langs. Zwolle, kom op man. Dat is de andere kant van de wereld. Ach, hou op. Je gaat toch niet op de trekker, of wel? Ja, de trekker, zeker. Oh, dat trekker. Ik zag gisteren dat ineens ook geregistreerd moet worden allemaal. Heb je dat gezien? Ja. Ja, dat is ook allemaal nieuw, volgens mij. Die dingen gaan 50 kilometer per uur, man. Kom op. Ja. Ja. Leuk. Ik zal de gegevens onder de video zetten. En alles wat jij wilt, dat gedeeld mag worden, zet ik eronder. Ja. Zodat de mensen contact met jou op kunnen nemen. En met mij. Met jou. Ja, is leuk. Want ik ben inderdaad, daar ben ik mee aan het werk nu. Want ik was vorig jaar de Mind Switch Factory begonnen. Dat klinkt heel hoogdravend, hè? Factory. Maar ik denk, ja, daar kan alles onder ontstaan. En daar hangt ook Doe Dierzaam onder. Maar goed, dat ben ik ook nu weer een beetje nieuw leven aan het inblazen. Ja. En daar moet ook van alles gebeuren. Dus... daar ben ik ook mee bezig. Dus nou ja, genoeg om aan te werken. En dan trek je dan ook wel weer mensen aan. En ik ben benieuwd wie er allemaal weer op mijn pad komen. En wat ik weer tegenkom. En wat we met z'n allen inderdaad kunnen gaan doen. Ja. Om een hele mooie nieuwe parallele samenlevingen te gaan maken. En in elk geval niet meer te strijden tegen alle shit die er is. Want dat moeten we niet willen, joh. Nee, ik vind het echt... Leuk. Leuk. Ja, mooi. En nogmaals, ik hoop dat je aanmelding krijgt. En het is gewoon een leuk initiatief. En het is heel makkelijk te kopiëren waar dan ook. En dat maakt het interessant. Ja, dat is het ook. Hè? Want dat hoop ik ook. Ik denk van ja, mensen gaan dit gewoon doen. Want je hebt echt 3 keer niks nodig. Nee. En je kan het gewoon gaan doen. En er is altijd wel iemand die het leuk vindt om iets te zeggen. En dan sluiten er altijd wel weer mensen bij aan. Nee. En dus er zijn nu ook leuke dingen aan het ontstaan. We zijn ook... maar goed, daar ga ik niet te veel over vertellen. Maar wie dat wil weten, komt vooral naar Zwolle, want het is echt leuk. Ja, leuk. Goed, we sluiten af. Dankjewel voor dit podium, Peter. Ik ben er blij mee. Dit was een zeepkist van Peter. Ja, leuk. Ja, nou ja. Nogmaals, Peter, als je in de buurt bent, kom langs. Zou ik hartstikke leuk vinden. Of stuur mensen langs die het inderdaad... Als je leuke bevlogen sprekers of mensen met een mening...
I love it. Ik hou ervan. Dus stuur ze langs. Hey, dankjewel, hè. Hey. Fijne dag. Doei. Doei.